there are zones of high concentration of trash we call trash vortices. These areas are like a toilet bowl that never flushes. Als je dus zulke gigantische hoeveelheden krijgt en dat bepaalde diersoorten daar echt aan doodgaan in grote getal, ja, dan roeien we die dieren uit. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Hebben wij een hele winter westenwind hier, dan hebben wij heel veel aanvoer van allerlei troep. Dat is niet anders dan plastic, plastic, plastic. Er is iets aan de hand in de oceaan. En wel in de grootste van onze wereld, de Stille Oceaan. Wat aan de hand is, is dus dat er zoveel plastic in die oceaan terechtkomt en dat dat door zeestromingen naar het midden van die oceaan gebracht wordt. Dat er als het ware een soort plasticberg midden in die oceaan drijft, ter grootte van Frankrijk en Spanje bij elkaar.